Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Na de val van Adam en Eva doet de dood zijn intrede op aarde, in het leven. Door de verkeerde keuzes tegen Gods gebod in, keert de mens zich ook van God af, en daardoor komt er een scheiding tussen God en mens. En dat is ook de diepste betekenis van dood, gescheiden zijn van God. Een geestelijke dood, die uiteindelijk de lichamelijke dood tot gevolg heeft. Adam en Eva verstoppen zich, ze vluchten voor de God die hen zo perfect geschapen had. Ze durven hem ook niet onder ogen te komen. En toch zet God hier geen punt achter de geschiedenis, het is niet het einde van een mooi verhaal. Want wat gebeurt er? God zoekt Adam en Eva weer op. Hij kan de zonde niet door de vingers zien, maar hij gaat wel verder met de mensen. Hij roept Adam en Eva bij zich. De zonde is niet zonder gevolgen, dat is duidelijk. Er is een strijd ontstaan tussen goed en kwaad, een strijd die nog steeds aan de gang is. Maar tegelijkertijd is vanaf het begin af aan duidelijk dat de overwinning voor God is. Hij zal op de juiste tijd een redder geven die de kop van Satan definitief zal vermorzelen. Alleen door het geloof in deze redder, Jezus Christus, is er herstel van de relatie tussen God en mensen mogelijk. En zelfs al in dit derde hoofdstuk van de Bijbel belooft God de komst van deze Messias. God geeft nieuwe hoop en nieuwe opdrachten. Er komen kinderen, Kain en Abel. Adam en Eva hadden misschien al gehoopt en gedacht dat Kain de redder zou zijn, maar het zou nog duizenden jaren duren voordat de beloofde redder zou komen. In deze uitzending hoort u meer over Kain en Abel, de oudste zonen van Adam en Eva. In de vorige uitzending hebben we gezien, naar aanleiding van Genesis 4, vers 5, dat de gezindheid van Kain niet goed was. We lazen: Kain voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Maar, hoewel God het offer van Kain afwees, bekommerde de Heer zich wel om Kain. Genesis 4, vers 6 en 7. Waarom ben je boos? vroeg de heer hem. Waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je hem overwinnen. Waarom is Kain zo kwaad? Kwaad genoeg om zijn broer te kunnen doden. Zelfs het doden van iemand in gedachten is onmoord. De heer Jezus zegt dat in zijn toespraak vanaf de berg. De bergleden in Matthäus 5. Vers 22 In Matthäus 5 wordt het Sanhedrin of de Hoge Raad genoemd en deze raad werd alleen bij zeer bijzondere moordzaken betrokken. De oorzaak van boosheid is jaloersheid en de oorzaak van jaloersheid is trots. Jacobus, een bijbelboek uit het Nieuwe Testament, zei het zo. De slechte verlangens waar u aan toegeeft brengen u tot zonde en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Jacobus 1, vers 15 De Heerde God zei tegen Kain, je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Evenals in het vorige hoofdstuk komt hier de verleiding tot zondigen naar voren. Daarnaast hoe belangrijk het is om daar tegenin te gaan. Want de zonde ligt op de loer klaar om je leven te vernietigen. Sommige uitleggers zien in deze vers een eerste aanwijzing voor het brengen van een offer voor de zonde. Maar vanaf dit moment tot aan Mozes werden er geen offers voor de zonde gebracht. De instructies voor de zondoffers worden later in het Bijbelboek Leviticus gegeven. Eerst moest de wet nog worden gegeven. Paulus zegt in Romeinen 3: vers 20: Ook al houdt men zich aan de wet, dan gaat men voor God niet vrij uit. Het enige dat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. De offers die tot de tijd van Mozes werden gebracht, waren brandoffers. Job, die waarschijnlijk voor de tijd van Mozes leefde, bracht een brandoffer. En dat was geen offer voor de zonde. Blijkbaar realiseerde Ka in zich niet hoe slecht het was om te zondigen. Toen God zei: De zonde ligt op de loer. Toen bedoelde hij. Dat de zonde als een wild dier op de loer lag om hem te bespringen. Om die reden had Kaïn een offer nodig. Een offer dat voor God acceptabel was. Een offer dat voor God acceptabel was. Een offer dat naar Christus verwees. In de eerste brief van Johannes lezen wij: Wij moeten niet zijn als Kaïn, die bij de duivel hoorde en zijn broer vermoordde. Waarom deed hij dat? Omdat Kain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. Hoofdstuk 3, vers 12. Goed doen, in het geval van Kaïn, zou betekenen dat hij een brandoffer had moeten brengen. We zien het ook bij Abraham. Abraham bracht brandoffers. Er kon nog geen overtreding zijn, want de wet was nog niet gegeven. En daarom zei God ook: Maar als je wilt, kun je hem overwinnen. De geschiedenis gaat verder. Genesis 4, vers 8 en 9. Kaïn doodt Abel. Op een dag stelde Kaïn Abel voor de velden in te gaan. Toen ze daar samen liepen, viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. Maar kort daarna vroeg de Heer aan Kaïn: Waar is Abel, je broer? Hoe weet ik dat nu? antwoordde Kaïn ontwijkend. Moet ik dan altijd op hem passen? Het is een brutaal antwoord dat Kain geeft. Hij laat daarmee zien dat hij maar weinig respect heeft voor God en zijn broer. Eigenlijk probeert Kain te verdoezelen wat hij heeft gedaan. Ontwijkend haalt hij zijn schouders op. Hoe weet ik dat nu? Maar als een mens geheimen heeft, zou hij of zij ter harte moeten nemen wat wij in het Bijbelboek Matthäus lezen. Want wat verborgen is, zal ontdekt worden. En wat geheim is, zal bekend worden. Matthäus 10, vers 26. Een mens kan er beter nu maar voor uitkomen. Omdat ze later toch in Gods aanwezigheid zullen worden geopenbaard. God weet het nu al. U kunt het hem beter meedelen. Kain probeert zijn handen in onschuld te wassen. Hij wil de indruk wekken dat hij onschuldig is. Moet ik dan altijd op hem passen? Wat een schaamteloos antwoord. Maar de Heer zei. Wat heb je gedaan? Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de aarde. Genesis 4, vers 10. Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de aarde. Dat is het tegenovergestelde van wat wij van de Heer Jezus Christus lezen in Hebreeën 12, vers 24. U bent naar Jezus gekomen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven. En zijn bloed roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel. Het bloed van Abel sprak van een gepleegde moord. Het bloed van Christus spreekt van verzoening, van heiliging. Daarom verbann ik je van de grond waarop het bloed van je broer heeft gevloeid. Hoe je ook zwoegt en ploetert, de aarde zal je nooit voldoende opleveren. Voortaan zul je een vluchteling zijn. Die van de ene naar de andere plaats zwerft. Genesis 4, vers 11 en 12. Nog steeds ligt er in onze dagen een vloek op de aarde vanwege de zonde van de mensen. Daarom verliest de aarde zijn vruchtbaarheid. Zelfs op de vruchtbaarste plaatsen van de aarde sterven mensen. Er wordt nog steeds veel kennis en inspanning geïnvesteerd ten dienste van de opbrengst van de aarde. En de reactie van Kain. Genesis 4 vers 13. Deze straf is zwaarder dan ik kan dragen, zei Kain. Waarom keerde Kain zich niet naar God om zijn zonde te beleiden en te pleiten op Gods goedheid? Kain beschuldigde God van onrecht. U verjaagt mij van mijn grond en uit uw nabijheid. U maakt mij een dakloze zwerver en ieder die mij ziet zal proberen mij te doden. Genesis 4 Vers 14. Wat zegt Kain in deze verzen? Hij zegt dat hij uit Gods nabijheid zal verdwijnen. En luisteraar, dat is ook zo. Een zondaar kan niet in de nabijheid van de heilige God leven. Is hij nu verloren? Het volgende vers laat zien dat het anders is. God geeft Kain bescherming. Dat lijkt tegenstrijdig. God geeft deze moordenaar deze misdadige bescherming. Genesis 4, vers 15. Maar de Heere antwoordde: Nee, want wie jou dood zal ik zevenmaal zwaarder straffen dan ik jou heb gedaan. En de Heere plaatste een merkteken op Kaïn als waarschuwing aan anderen dat ze hem niet mochten doden. Ik weet niet wat dat merkteken was. Er is veel over gespeculeerd. Maar God beschermt hem. Er was nog geen enkele wet en juist de wet overtuigd van een overtreding. Kaïn is een zondaar, omdat Kain verkeerde dingen had gedaan en wist dat zijn broer eerlijk en goed leefde. 1 Johannes 3, vers 12. Zijn zonde was dat hij geen aanvaardbaar offer aan God bracht. Dat bracht hem zelf zo ver dat hij zijn broer doodde. Kain gaat weg uit de omgeving van God. Hij is de stamvader van een volk dat geheel afgescheiden is van God. De kinderen van Kaïn vestigen beschaving los van God, goddeloos. Zo verliet Kaïn de Heer en vestigde zich in het land Not, ten oosten van Ede. Genesis 4, vers 16. Ik weet van veel mensen dat zij zich in het land Not bevinden. Ze zitten soms ook in de kerk. Luisteraar, waar hebt u zich gevestigd? Wij weten niet waar het land Not ligt. Iedere aanduiding blijft speculatie. Sommige uitleggers vermoeden dat het in het huidige Irak ligt. Anderen wijzen op een mogelijke woordspeling met het werkwoord zwerven in vers 12 en 14. Cain vertrekt en hij gaat wonen in het land Not. Genesis 4 vers 17 Cains vrouw raakte in verwachting en kreeg een zoon, Henoch. Toen Caïn een stad stichtte, noemde hij die stad ook Henoch naar zijn zoon. Mensen hebben dit vanaf die tijd vaker gedaan. Ook wij houden ervan om straten en steden naar mensen te noemen. Ook scholen en verschillende instituten en organisaties zijn naar bekende mensen genoemd. Ook christenen doen dat. In Genesis 4 lezen we voor het eerst van een stad. Kaïn stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Henoch. Ook al behoeft het bouwen van een stad niet meer ingehouden te hebben dan het omringen van een nederzetting met een afscheiding, Kaïn wil niet meer zwerven. Steden vormen in onze dagen een van de grootste problemen. Problemen in grote steden vragen vaak om een eigen aanpak en zijn vaak van een grotere omvang. Toch gaat er een grote aantrekkingskracht vanuit. Voor het echte leven moet je naar de stad. En overal ter wereld zijn mensen te vinden die nergens anders willen wonen dan in een grote stad. Henoch was de vader van Irat. Irat was de vader van Megujael. De zoon van Megujael was Methuzael. En Methuzael was de vader van Lamech. Lamech trouwde twee vrouwen, Ada en Silla. Genesis 4, vers 18 en 19. Lamech neemt twee vrouwen en introduceert daarmee polygamie, het hebben van meer dan één vrouw. Een afwijking van wat we hebben gelezen in Genesis 2, vers 20 tot en met 25. En Lamech handelt daarmee tegen de instelling van God in. Nergens in de Bijbel is te vinden dat God polygamie goedkeurt. Als wij de verschillende Bijbelteksten nalezen, dan ontdekken we dat God het veroordeelt. Het feit dat het hier wordt genoemd, mogen we niet opvatten als een legitimering van polygamie. In Genesis 4, vers 17 tot en met 24, wordt verslag gedaan van de nakomelingen van Caïn. In het vervolg zullen we zien dat de beide vrouwen voor problemen zorgen. Genesis 4, vers 20. Ada kreeg een zoon, Jabal. Hij werd de vader van de veehoeders en de mensen die in tenten wonen. Van de apostel Paulus lezen we in het Nieuwe Testament dat hij ook tentenmaker was. Maar hier, in vers 20, lezen we over Jabal als de eerste tentenmaker. Hij was ook de eerste veeboer. Genesis 4, vers 21. Zijn broer heette Jubal en werd vader van alle die de siter en de fluit bespelen. In het geslacht van Jubal worden de muziekinstrumenten uitgevonden. De lier, de siter, een kleine harp, en de fluit. Hier wordt geen orgel bedoeld, zoals een vertaling aangeeft. De muziekgeschiedenis is bij de beschaving van kain begonnen. We gaan verder met vers 22. Lamechs Tweede vrouw Silla kreeg een zoon met de naam Tubal-Kain. Hij legde zich toe op de metaalbewerking en werd de vader van de smeden. Zijn zuster heette Naama. Tubal-Kain is de grondlegger van de smeden. De bewerkers van allerlei koper en ijzer. Historisch gezien kon de mens eerst koper bewerken en daarna brons. Koper vermengd met tin. En daarna pas ijzer. Voor Israël brak de ijzertijd pas aan na de intocht, in Jozua 17 vers 16 tot en met 18 is dat te lezen. In dit vers vinden we de eerste vakmensen. Naama is de zuster van tubal -Kaïn. en haar naam betekent de lieflijke. In het korte overzicht dat we nu hebben gelezen is een stad genoemd, rondtrekkende nomaden of karavaanhandelaren, muziekinstrumenten en metaalbewerking. Daarmee wordt geen volledige cultuurgeschiedenis gegeven. Bijvoorbeeld het koningschap ontbreekt, en dat vervult in de geschiedenis van de andere volken in het Midden-Oosten een centrale rol. In het overzicht wordt de drang van de nakomelingen van Kain tot uitvinden weergegeven. Na de vermelding van het nageslacht krijgt Lamech het woord. De geslachtslijn van Caïn loopt uit op de climax die in zijn woorden naar voren komt. Genesis 4, vers 23 en 24. Op een dag riep Lamech zijn vrouwen bij zich en zei: Luister, vrouwen. Een man die mij verwonde en een jongen die mij sloeg, dood ik. Hij die Caïn doodt, wordt zevenmaal zo zwaar gestraft. Maar de man die Lamech doodt, zal zevenenzeventigmaal zo zwaar worden gestraft. Genesis 4, vers 23 en 24. Lamech spreekt of zingt in poëtische vormen lied, waarin hoogmoed en wraakzucht doorklinken. Kaïn was nog bang voor wraak, maar Lamech wreekt zichzelf en laat dat niet over aan God. Hij neemt ook geen genoegen met zevenvoudige vergelding, maar maakt er 77 keer van. Misschien ziet Lamech zijn eigen situatie als erger dan die van Kain. Ik denk dat het hier waarschijnlijk alleen gaat om buitensporige wreedheid. Hij doodde om een wond en een striem, terwijl de vergeldingswet voorschrijft: oog voor oog, tand voor tand, wond voor wond, striem voor striem. Exodus 21, vers 23 tot 25. Meer dan eens wordt deze wet als wreed beschouwd, maar. Hij is bedoeld om de ongebreidelde wraakzucht in te perken. In het Nieuwe Testament lezen we dat de heer Jezus Simon Petrus vertelde: dat hij zijn vijand zeven keer zeventig maal moet vergeven. Matthäus 18, vers 22. Met Lamech en zijn kinderen bereikt het geslacht van Kaïn het eindpunt. En aan het begin en aan het eind staat de moord: Het gaat van kwaad tot erger. Adam en Eva kregen later nog een zoon en noemden hem Set. Want, zei Eva, God heeft mij een zoon gegeven in de plaats van Abel, die door Kaïn werd vermoord. Set groeide op en kreeg een zoon die hij Enos noemde. In die tijd begonnen de mensen de Heer God voor het eerst te aanbidden. Genesis 4, vers 25 en 26. Met het noemen van Set wordt de geschiedenis vervolgd die zal leiden. Tot het ontstaan van het volk Israël. Adam en Eva krijgen opnieuw een zoon. Volgens Genesis 5, vers 3 is Adam dan 130 jaar oud. Eva geeft een toelichting: God heeft mij een zoon gegeven in de plaats van Abel. In de dagen van Enos, of van zijn vader Seth, begint men de naam van de Heer God aan te roepen. Met deze uitdrukking, die vaker voorkomt. Wordt aangegeven dat opnieuw is begonnen met de publieke eredienst in gebed en offers. Kaïn en Abel hadden immers al geofferd. In het geslacht van Seth wordt geen melding gemaakt van uitvindingen en machtsvertoon, maar zij vertrouwen op God en roepen de naam van de Heer aan. We zijn nu toegekomen aan Genesis 5, het laatste hoofdstuk van Adams levensgeschiedenis. In Genesis 5 staat een geslachtsregister van tien namen, bedoeld om de lijn van Adam tot Noach aan te geven. Adam is de grondlegger van de mensheid, Noach de grondlegger van de mensheid na de zondvloed. Nadat in Genesis 4 de zijlijn, het geslacht van Kaïn, getekend is, komt nu de hoofdlijn, uitlopend op het ontstaan van het volk Israël, aan de orde. Zo'n geslachtslijn is van belang om de continuïteit van Gods belofte te laten zien. Bij sommige personen wordt een toelichting gegeven, maar bij de meeste niet. De belangrijkste daad van iedere stamvader is de verwekking van een nakomeling, en daarom wordt steeds vermeld hoe oud iemand is bij de verwekking en hoe lang hij daarna nog leefde en wat zijn uiteindelijke totale leeftijd is geworden. In zekere zin is hoofdstuk 5 een van de meest ontmoedigende en wanhopige hoofdstukken van de Bijbel. Het is net of je over een begraafplaats loopt. In Genesis 2 had God tegen Adam gezegd: want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Alle nakomelingen van Adam gaan sterven. Ook u, jij en ik. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 22. Dat alle mensen als nakomelingen van Adam sterven. Daar kan niemand onderuit. Genesis 5, vers 1 en 2. Hier volgt een lijst van de nakomelingen van Adam, de mens die God schiep naar Zijn gelijkenis. God schiep de mens als man en vrouw en zegende hen. Hij noemde hen mens vanaf het begin. God zegende hen en noemde hen mens, niet mensen. Adam en Eva, mens, een eenheid, man en vrouw. Adam was 130 jaar oud toen zijn zoon Seth werd geboren. Die in alle opzichten op zijn vader leek. Genesis 5, vers 4. Het is het belangrijkste dat Adam, toen hij 130 jaar oud was, een zoon kreeg die op hem leek. Adam werd gemaakt naar de gelijkenis van God. En Adams zoon Seth leek op hem toen hij werd geboren. Het maakt duidelijk dat het beeld van God dat God aan Adam gaf bij de schepping niet geheel verloren is gegaan. na de verdrijving uit de hof van Eden. maar werd doorgegeven aan het nageslacht. Genesis 5, vers 5. Na Seth's geboorte leefde Adam nog 800 jaar. en kreeg nog meer zonen en dochters. Adam werd 930 jaar oud toen stierf hij. Nu komen we bij de begraafplaats. Adam werd 930 jaar oud, kreeg zonen en dochters en hij stierf. In het achtste vers lezen we wat er met Zed gebeurde. Hij kreeg een zoon en hij gaf hem de naam Enos. En wat gebeurde er met Enos? Vers 11. Hij stierf. Maar Enos had ook een zoon gekregen, Kenan. Wat gebeurde er met Kenan toen hij oud was geworden? Vers 14. Hij stierf. ...en de zoon van Kenan heette Mahaleel. In vers 17 lezen we dat ook hij stierf. Maar Mahaleel kreeg ook een zoon, Jered. En ook hij stierf, vers 20. Voordat Jered gestorven was, kreeg hij ook een zoon en die heette Henoch. Henoch was 65 jaar oud toen zijn zoon Methuselach werd geboren. Hij leefde daar nog 300 jaar als trouwe dienaar van God hij kreeg nog meer zonen en dochters en toen hij 365 jaar oud was geworden verdween hij god had hem van de aarde weggenomen Genesis 5 vers 21 tot 24 Henoch stierf niet in dit donkere hoofdstukje is er een lichtpuntje het is een merkwaardige gebeurtenis midden tussen de berichten over het sterven van mensen wordt een man van de aarde weggenomen Henoch leefde als een trouwe dienaar van God. Het valt op dat er in deze hoofdstukken maar twee mannen trouwe dienaren van God worden genoemd. We lezen het hier van Henoch, en in het volgende hoofdstuk komen we het ook tegen. Daar wordt Noach een trouwe dienaar van God genoemd. In het Oude Testament lezen we van twee mensen die niet stierven. De ene is Henoch en de andere Elia. Van Henoch wordt in dit hoofdstuk. Meer gezegd dan van anderen. Henoch is een van de weinige mensen van voor de zonvloed waarbij dit gebeurde. We hebben gelezen dat hij niet stierf, maar dat God hem wegnam. Hij werd overgezet in een ander soort lichaam. Henoch werd opgenomen in de hemel. We hebben gelezen dat toen Henoch 65 jaar werd, hij een zoon kreeg: Methuselah. Daarna leefde hij als een trouw dienaar van God. We weten niet hoe de eerste 65 jaar van zijn leven waren. Ik veronderstel dat hij leefde als alle anderen om hem heen. Het lijkt op een tijd zonder zorgen, die uiteindelijk uitmondt in een dieptepunt: de dagen van Noach. Maar toen de kleine Methuselach was geboren, veranderde het leven van Henoch. De geboorte van de baby zorgde ervoor dat Henoch zich naar God keerde. Nadat de baby was geboren werd Henoch een trouwe dienaar van God. Hem werden nog meer kinderen geschonken, zonen en dochters. Alles bij elkaar leefde Henoch 365 jaar. Zo lang leefde hij op aarde, maar hij stierf niet. Hij was niet meer, want God nam hem op. Voordat het oordeel van de zondvloed komt, neemt God Henoch weg. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 32. 0342 47 84 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.